zijn we in de kermis in Goorlijk. Dus ja, de kermis is altijd een dankbaar onderwerp. Dus veel plezier met Kermis TV, met de groet uit. Nou, we zijn altijd gewend dat ik van alles vertel over wat er te doen is. Maar, probleem, hè? Ruudje? Nee, hij staat helemaal stil. Oh, hij staat stil. Nou, vooruit, daar gaan we dan. We zitten nu in de breakdance op de Goorlijkse kermis. Dus we hebben zo'n 48 attracties dit jaar. We hebben een reuzenrad. Oh, ja. En een prachtige Bob. Uiteraard draaimolens, een cakewalk, een hele mooie ouderwetse. Allerlei eetenten uiteraard. Een achtbaan voor kinderen. Een spookhuis. Natuurlijk poffertjeskraam. Tel Rotjong. En een breakdance bijvoorbeeld. Blijft altijd ook een fantastische attractie. En een boel kleinere. Zogenaamd klein vermaak. En Move It, ook een prachtige attractie. Moet je zeker niet missen. Waarom doe ik dit? En Schierkes, drink een beetje met je door. Ja. Ik kan wel van alles vertellen. Maar of jij het allemaal nog hoort, dan waag ik ernstig te betwijfelen. Oh! Jezus Christus. Hier op dit plein. Maar vroeger stond het op het Oranjeplein, maar dat kan niet, want het staat een noodwinkelcentrum. Maar wat vinden de mensen uit Goorlijk nou het geschikste plein voor de kermis? Ja, ik vond het Oranjeplein leuker als hier. Het Oranjeplein, hè? Vind ik het beste. Dit plein is veel leuker. Want het Oranjeplein was gescheiden. Had je het Oranjeplein en het parkeerplaats bij de EDA. En hier is het één groot terrein. Nou, ik vind dit niet. Ik vind het Oranjeplein, maar dat zal wel niet meer kunnen, hè? Want als er straks een flat komt te zetten of appartementen komen te staan midden op plein, nou, dan krijgen we nooit een mooi Oranjeplein meer terug met de kermis. En dan kon je lekker rondwandelen. Dus dat was het ideale. Hier is gezelliger. Mooier opgesteld en een gezelligere sfeer. En wij hebben ons terrasje hier boven het Hoogend, hè? Bij schoonmoeders, hè? Bij oma Bets. Hè? Ja, wij zitten altijd bij oma Bets. Heerlijk gezellig. Ja. De kermis is hier nog ouderwets bij oma Bets. Ja, de kermis is gezellig en ouderwets bij oma Bets. Altijd goed. Take me downtown, it's where the people rock. 365, cause we never stop. That's right. Take me downtown, cause people's running wild. See how we kick it in a brand new style. Take me downtown, it's where I wanna go. Everyone I know is going to my show. Take me downtown where the city hum. Then get your head numb to the beat of the drum. Cause I see you.
elke aflevering van Kermis TV hebben we altijd een artiest zitten. Een Nederlandstalige artiest. En deze keer ook in Goorlen. En we hebben deze artiest. En dat is Mike Edwards. En ja, we hebben al de Zingende Slager gehad. Maar we hebben vandaag iets speciaals. Want we hebben de Zingende Schilder. En de meeste artiesten, ja, die worden eerst bekend en daarna gaan ze schilderen. Mike, bij jou is het andersom, hè? Want jij bent kunstschilder en je bent gaan zingen. Nou, ik ben eigenlijk eerst gaan zingen, daar ben ik een hele tijd mee gestopt. Ben ik mezelf bezig gaan houden met schilderen. Dus het was toch andersom? En toen is het dubbeltje nog een keer omgeflipt en nu ben ik de zingende schilder of de, ja. Hé, hey, maar voor de mensen die jou niet kennen, wat voor artiest ben jij? Ik ben met mijn 16, 17 jaar gaan zingen. Toen waren in de regio waren de soundmixwedstrijden heel populair. Zo ben ik begonnen. Als vele anderen van mijn leeftijd toen. En ik ben eigenlijk altijd zo'n beetje blijven zingen. En semi-professioneel bezig geweest onder de naam Mike Edwards. En dat is toen redelijk ingekakt door een klaplong die ik heb gehad. En enkele jaren terug weer begonnen met zingen onder diezelfde naam Mike Edwards. En weer wat cd's opgenomen. En het is weer een parallel lopende hobby aan mijn passie, het schilderen. Ja, want die klaplong, dus tot Tilburg hebben we dat gehoord. Zwaar het ging daar. En welk liedje ga jij doen voor ons? Zitten zonder centen. Zitten zonder centen, bel dan maar alleen van Frisia. Dan hebben we wel wat schuld, maar kunnen alles kopen op liefde na. Zitten zonder centen, paard de telefoon als half Nederland. Lady helpt u wel van de wallende sloot met uw volle verstand. Een aan een auto, open hart of een bubbelbad. Een keer de venres naar Trinidad, of nu Muret. Een platte televisie, was maar scherm of LCD. Of een leuk vakantiehuis, neem weg overal om mee. Zitten zonder centen, bel de man alleen van Frisia. Dan hebben we wel wat schuld, maar kunnen alles kopen op liefde na. Zitten zonder centen, pak de telefoon als half Nederland. Lady helpt u wel van de wallende sloot met uw volle verstand. Genessen aan zee. We zitten zonder centen, bel dan maar alleen van Frisia. Dan hebben we wel wat schuld, maar kunnen alles kopen op liefde na. We zitten zonder centen, pak de telefoon als half Nederland. Alleen die helpt u wel van de wallende sloot met uw volle verstand. Zitten zonder centen, bel dan maar alleen van Frisia. Dan hebben we wel wat schuld, maar kunnen alles kopen op liefde na. Zitten zonder centen, pak de telefoon als half Nederland. Alleen die helpt u wel van de wallende sloot met uw volle verstand. Alleen die helpt u wel van de wallende sloot met uw volle verstand. Alleen die helpt u wel van de wallende sloot met uw volle verstand.